Van harte welkom bij TSC TV. Op zondag 25 oktober reisde de Tielse ploeg af naar Gorinchem voor de bekerwedstrijd tegen Unitas. Allereerst de opstellingen. We beginnen met TSC. Op doel De Haan. Achterin Onyeki, Takasawa, Van Inge en Massero. Op het middenveld Westerlaken, Van Gessel en Sanaki. En voorin de voorhoede van TSC, Nouri, Bartels en Joël Sanaki. Dan de 11 spelers van Unitas het Gorinchem. Op doel Verberg. Achterin Tielehan, Van Hulst, Clemens en Boonstoppel. Op het middenveld Kibrom, Gide en Farou. En de voorhoede wordt gevormd door Libretto, Tekle en Alexander Walu. Topklasse TSC bereikte de volgende ronde van de districtsbeker Zuid 1 door een 1-2 overwinning op tweede klasse Unitas het Gorinchem. TSC speelde een goede eerste helft en nam daarin 0-2 voorsprong. In de tweede helft zakte TSC ver terug en mocht niet klagen dat Unitas maar één keer wist te scoren. TSC zet met hun bekende positiespel Unitas meteen onder druk en kwam na 12 minuten op een 0-1 voorsprong. Matthijs van Gessel schoot van afstand tegen de paal. De rebound was voor Bart Westerlaken, 0-1. En de stand is 0-1 voor TSC. Doelpunt te maken, Bart Westerlaken. TSC kreeg hierna mogelijkheden om de score verder op te voeren. Joël Sanaki gaf een steekpas in het centrum op Jip Bartels die net iets tekort kwam. Pas na een half uur kwam Unitas voor het eerst gevaarlijk door. Op slag van rust zette Nehemia Sanaki TSC op 0-2 voorsprong met een mooi schot. En in de 45e minuut is de stand 0-2. Doelpunt te maken Nehemia Sanaki. Na de pauze zakte TSC ver terug en kwam Unitas opzetten. Het kreeg kansen, maar vooralsnog leverde dat geen treffer op. Na 78 minuten was het wel raak. Corné van Maurik versloeg doelman Christian De Haan, die Sebastian van der Sman verving. Het was 1-2. En in de 78e minuut is het invaller Corné van Maurik die stand verbrengt op 1-2. In blessuretijd had Van Maurik Unitas naast TSC moeten schieten, maar zijn schot ging voorlangs. Hierna, ver in de blessuretijd dus, had Nouri, vrij voor de Unitas-doelman, de wedstrijd moeten beslissen. Maar dat deed hij niet. Het bleef in Gorinchem 1-2. TSC gefeliciteerd met deze 1-2 overwinning en veel succes verder in het KNVB bekertoernooi. Frits van den Berg, de bevindingen van deze wedstrijd was niet dat je zegt van fantastisch voetbal. Nee. De tweede helft was, laten we rustig zeggen, gewoon slecht. Maar we hebben de eerste helft hebben we redelijk goed gespeeld. Ik denk dat de eerste 25 minuten zelfs goed waren. Wat we verzuimden, met name in de fase tussen de 15e en 25e minuut, dat was de tweede en de derde goal maken. Die hebben we gehad, die kansen. Dat hebben we niet gedaan, dat deden we wel vlak voor de rust, daar was ik wel blij mee. Want uiteindelijk was de 0-2 was toch wel een fijne ruststand. En op een goed moment. Ja, want als Unitas de geest krijgt, dan krijg je nog best wel pittig in die tweede helft. Ja, maar goed, dat weet je. Kijk, toen de 1-2 viel, toen zeg ik... Tegen de bank voor de rest. Ik zei, let op, we gaan nog een heel moeilijk kwartier tegemoet. En dat is ook gebleken. Want voor hetzelfde geld kun je ook nog een 2-2 tegen krijgen. En dan moet je nog gaan verlengen of strafschoppen nemen. Ja, ik moet er niet aan denken. Ja, maar, wat hebben we geleerd van deze wedstrijd? Had Hans de technische staf? Nou, kijk, wat wij hebben wel een plan gemaakt. Wij hebben van tevoren deze wedstrijd ingepland. We hebben op een gegeven moment ook gekozen voor een bepaalde opstelling. We hebben ook andere jongens laten spelen. We hebben ook degene die wat minder aan het spelen toe zijn gekomen, hebben ook vandaag speelminuten kunnen maken. Die hebben we ook echt 90 minuten laten spelen. En dan blijkt dat er een aantal spelers ook echt door de ondergrens gaan. En dat geeft ons informatie. En als wij met Tech topklasse willen blijven spelen, dan zullen we ook in kwaliteit moeten investeren. En de tweede helft is wat dat betreft daar een heel duidelijk beeld van geweest. Laat ik dat voorop stellen.
Wat ook hier meen je, je eigen spel van deze wedstrijd, vertel. Ja, mijn eigen spel. Ja, ik viel in de laatste 20 minuten, zeg maar. En ja, was op zich wel een goede inval. In ieder geval degelijk en weinig balverlies. Als we de wedstrijd beschouwen, wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel een redelijke inval. En eigenlijk niet gewend op links buitenpositie te staan. Dus dat was ook wel wat nieuws voor mij. Dat was ook een uitdaging. Dus ik dacht gewoon, laat me gewoon mijn ding doen. En proberen zo snel mogelijk voor te geven en makkelijk houden. En af en toe als de man voorbij kan, ja, waarom niet? Dus je geeft jezelf een 7? Ja, 7. Maar mag. Hey, toch kun je merken dat je tegen een tweede klasser speelt in plaats van een topklasser. Hè? Aan de instelling, ligt het daaraan? Ja, je kan het wel merken. Want deze jongens willen natuurlijk winnen. Voor ons is het, wij willen ook winnen. Maar ze komen met hele andere instellingen. Ze willen, ja. Dus voor hun is het heel mooi dat ze tegen een topklasser mogen voetballen. En dan zie je gewoon dat ze gewoon volop erin klappen. En dan krijg je dit. Krijg je toch wel een zware wedstrijd. Ja, toch de 3 punten mee naar Tiel. Ja. Maar voor hetzelfde geld was het anders gelopen. Hè? Dat is een les. Ja, de laatste minuut kreeg ze nog een kans. Die heeft net naast. Dus ik ben heel blij dat toch wel 2-1 mee naar huis mogen meenemen. Leon Heesen weer in het veld in het eerste van TSC. 10 minuutjes lang, een kwartiertje. Hoe is dat bevallen? Ja, goed, we hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Voor de rest was het geen hoogstaande wedstrijd. Maar voor mezelf was het lekker om even te spelen. Wat niet de bedoeling was, maar... Ja, nood breekt wetten blijkbaar. Hey, hoe is het met jouw blessure? Ja, wel goed. Het grootste probleem is nu eigenlijk nog dat ik gewoon conditioneel weer aan het opbouwen ben. Dus 10 minuten kwartier, wat je zei, was wel even nog de max. Dus, wat is er precies aan de hand? Ik heb last van mijn heup, om het zo te zeggen. Dus aan beide kanten heb ik overbelasting zitten en lichte slijtage. Dus dat is heel vervelend, maar ik hoef niet te opereren of niks. Dus ik moet even weer rustig opbouwen en dan kan ik dit jaartje nog even lekker ballen. Denk je dat je er weer staat na de winterstop? Na de winterstop? Nou, ik hoop voor de winterstop al. Maar we zien wel hoe het gaat. Ik bedoel, ik heb nu mogen meedoen, hè, omdat het dan even moest, zeg maar. Nou goed, als dat allemaal goed gaat, dan bouwen we dat steeds verder uit. En dan kijken we waar ik de minuten kan pakken. Dan gaan we je daaraan houden. Veel succes. Hè? Dankjewel. Hè. De trainer van Unitas, 2-1 verloren. Toch goed weerstand geboden tegen TSC in deze bekerwedstrijd. Ja, denk ik wel. Ik denk dat je een goede pot neer hebt gelegd in de momenten. Waar je denk ik niet al te scherp daarin bent, word je afgestraft. Hè? Als je kijkt 2-0 vooral, dat daar echt heel erg goed voorbeeld van is. Hè? Het moment waar je denk ik linksbek van ons Stefan licht last ergens van hebt. Dat aan wil geven, eerst gaat liggen. En toch zich bedenkt van joh, ik moet toch helpen in die aanval. Nou, daardoor gaat het spel verder. Nou, bal over de linkerkant voorzetten en dan legt hem keurig binnen. 2-0. Nou, dat was denk ik wel erg pijnlijk. Maar goed, dan ga je de rust in en dan geef je eigenlijk aan wat eigenlijk ook zich afspeelt. Hè? Dat je gewoon keurig compact speelt, in teamtaken goed doet. En daarna kom je naar rust en dan pak je dat weer op. Wat uiteindelijk resulteert in denk ik 3-4 hele goede mogelijkheden. Ja. Ja, wat dat betreft heeft TSC nog best wel geluk gehad in die tweede helft. Ja. En jouw eigen achtergrond, gevoetbald in de eerste divisie, nu trainer. Nee, niet in de eerste divisie. Ik heb bij Den Bosch gespeeld. Ik heb daar niet in de eerste gevoetbald. Wel wat jaartjes in de jeugd en uiteindelijk bij het tweede elftal gezeten. Daarna laatste jaren bij Gillesveen. En nu hier de eerste jaar als trainer, hoofdtrainer. Nou, je bent nog jong, 32 jaar. Bevalt het? Ja, jong. Bevalt het? Ja, hartstikke erg zelfs. Ik heb het super naar mijn zin. We hebben een hartstikke legierige groep. Een groep wat open staat om dingen te leren. Jongens met talent, gemixt met ervaring. Ja, nou goed, ik denk dat daar een hele goede balans zit. Je hebt TSC nu gezien, deze wedstrijd. Jouw bevindingen van TSC? Ja, een ploeg wat goed doet in de topklasse, dat kun je goed zien. Hè. Ik denk dat alle facetten van het spel daar wel in zitten. Jongens met heel technisch balvaardig, gemixt met kracht. Ik denk dat ze een hele goede ploeg zijn. Maar goed, desalniettemin denk ik dat wij daar goed weerstand tegen geboden hebben. Denk ik. De eerstvolgende thuiswedstrijd voor de reguliere topklassecompetitie is op zondag 8 november. TSC speelt dan op Sportpark de Lok tegen de Treffers uit Groesbeek. En deze wedstrijd begint om 2:00. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.